Vorig jaar maakte Aydin Rustic zijn debuut voor het nationaal team van Australië tegen Brazilië. De afgelopen weken maakte Rustic een nieuw avontuur mee. Deze keer met Australië onder 23 tijdens de strijd om de Asia Cup. Een kampioenschap dat te vergelijken is met het Europees kampioenschap. We had our first friendly game against Thailand in Shanghai. And it's completely different to Europe and it took me a while to get used to, but I thought I did well in that tournament. Rustic miste bij FC Groningen de laatste wedstrijden voor de winterstop door een liesblessure. Toch werd hij geselecteerd voor Australië onder 23 en deed hij er alles aan om op tijd fit te zijn voor het toernooi. I went into the tournament not really 100% fit. I worked hard in off-season. Obviously we had a week. I had a week off. I worked hard there, got prepared. Played my first 45 against Thailand. Pulled up a bit sore. Rustic lines up the shot. Rustic. Rustic speelde met Australië tijdens de Asia Cup in totaal 3 wedstrijden in de poolfase. Syria, the first game I played 30 minutes. The second one I played an hour, and the last game 90 minutes. And how was it? Did you reach a level that you wanted to reach? For myself personally, I thought I did really well. You know, after being out, injured. But for the team, it wasn't as planned. We obviously went into the tournament with a goal, and that was to win. Australië begon met een zege op Syrië. Maar daarna werd er verloren van Vietnam en Zuid-Korea en was het toernooi afgelopen voor de Socceroos. Rustic keerde dus iets eerder dan gepland weer terug in Groningen. Now you're back here in Groningen. Are you 100% fit? Yeah, I'm back fit, training fully, feel good and it feels nice to be back.